Iedere week duikt Voetbal International het archief in op hashtag Throwback Thursday. Deze week gaan we terug naar VI 47 uit 2010. Luis Suarez domineert het voetbalnieuws in binnen- en buitenland. In de hele wereld werd de Uruguayaan aan de schandpaal genageld, omdat hij in de arena tegenstander Otman Bakal in zijn hals beet, nadat de speler van PSV op een van Suarez' voeten was gaan staan. Scheidsrechter Björn Kuipers ontging het incident, maar vanzelfsprekend liet de KNVB deze bizarre actie niet onopgemerkt. Nadat de bond een onderzoek had ingesteld, werd Suarez voor 7 duels geschorst. Ajax liet eerder al weten dat de club zijn sterspeler voor 2 competitiewedstrijden zou uitsluiten van deelname. Nico Dijkshoorn was hard in zijn oordeel richting de actie van Suarez. Wordt het niet eens tijd voor een gedwongen opname? Vroeg de VI-columnist zich af. Verder noemde hij Suarez een gevaarlijke gek die zich dood zou moeten schamen. Wat Dijkshoorn vooral opmerkelijk vond was dat Suarez in het interview na afloop van die wedstrijd de vermoorde onschuld speelde. Maar ook slachtoffer Otman Bakal en Ajax-trainer Martin Jol zeiden dat het allemaal wel meeviel. Jol grapte zelfs, het was een liefdesbeet. Bijten is al ziek, maar daarna zeggen dat er niets aan de hand is, dan minacht je je publiek, concludeerde Dijkshoorn die jaren later zag dat Suarez zijn tanden ook nog in Branislav Ivanovic en Giorgio Chiellini zette. Een hardleerse topspeler, zullen we maar zeggen. Wat vind jij? Had Suarez harder gestraft moeten worden? Laat het weten met hashtag Throwback Thursday.